Voor de 26e keer alweer vandaag, dit hele weekend, Waalwijk Modestad. En wij gaan praten met twee mensen van de organisatie, Pierre Dielemans en Ria Monsieurs. Mevrouw en heer, welkom. Goedemorgen. Het is nog vroeg, het is zondagmorgen. Moe? Nou, moe wel, wel voldaan. Oké, we gaan naar Waalwijk Modestad. Wat betekent Waalwijk Modestad voor de gemeente Waalwijk? Het is hoofdzakelijk voor de winkeliers en het publiek van Waalwijk om Waalwijk op de kaart te zetten qua middelstand. Winkelpubliek in Waalwijk moet gewoon gezellig kunnen winkelen. Waalwijk Modestad voegt er heel veel toe om een gezellig weekend Waalwijk te hebben. Waardoor Waalwijk weer in de picture staat. Mensen gaan lekker op een terrasje zitten met het mooie weer. Ze gaan lekker winkelen. Najaarsmode komt overal tot uiting. Vooral de modezaken of voor de jeugd en de schoolgaande kinderen staan midden in de picture. Dat is duidelijk merkbaar. De entourage van de accessoires en dergelijke worden heel goed afgenomen. Onder andere brillen, kettingjes, tassen, parfumerie. Zelfs de auto's komen in de pictures. Wat is het dan zo ontzettend belangrijk om Waalwijk op deze manier op de kaart te zetten? Het is heel belangrijk omdat Waalwijk heel veel modegebeuren heeft en randgebeuren om de mode heen. Dus ook schoenenzaken en wat Pierre al zei, de modische brillen en dat soort dingen. Dus wij willen echt Waalwijk neerzetten als een modestad. Nou, hebben jullie gisteren de eerste dag gehad, zaterdag. Hoe is die dag verlopen en wat verwachten jullie van vandaag? Nou, gisteren is een geweldige dag geweest. Eerst in instantie het mooie weer, waardoor ongelooflijk vroeg mensen in Waalwijk aanwezig waren. Wat ik in de winkels heb gehoord en gezien, dat er ongelooflijk veel kooppubliek is geweest. Mensen hebben heel erg veel op terrasjes gezeten, gezelligheid, dus heel veel gezinnen waren aanwezig. Dat was heel opvallend. Die bleef ook veel langer aan zitten. Dat was gewoon gezellig. Mensen hebben terrasjes tot nu of 8-9 blijven zitten. Waardoor het eigenlijk een geweldige geslaagd, zaterdag was. Vandaag verwacht ik er weer eigenlijk hetzelfde. Gewoon mooi weer, veel gezelligheid en veel publiek voor ook in de winkels. Als je nou kijkt naar 26 jaar geleden, ik weet niet of je daar iets van weet. Is daar een heel groot verschil tussen 26 jaar geleden en nu? Als ik heel diep in mijn hart kijk, zeg ik ja. Want wij hebben 26 jaar geleden hadden we alleen een podium en modeshow. Nu hebben we tegenwoordig zelfs business tenten daarnaast, nieuw item. We hebben daarin parfumerie, auto's, mensen die niet op de catwalk kunnen. Dus mensen die niet op de catwalk mee kunnen draaien, die zouden dus in het vervolg in zo'n business unit kunnen zitten. Waardoor ze dus een groter en breder publiek kunnen aantrekken. Dan ga ik nog eventjes terug naar het financiële plaatje. Is dit in deze tijd nog wel rendabel om zoiets te organiseren? Het wordt wel steeds moeilijker. Het is zo dat de deelnemers natuurlijk een bijdrage betalen. Maar daarvan alleen is het niet te doen. En we zouden het zeker niet kunnen doen als we geen sponsoring zouden krijgen van Horecacentrum Waalwijk. Die echt een grote sponsor van ons is. Van de Rabobank onder andere. En ook de winkeliersverenigingen die hun gedeelte bijbetalen. Allebei de winkeliersverenigingen in de Els en daarbuiten. En het wordt elk jaar moeilijker. Maar wij gaan er trots op dat het ons toch elk jaar weer lukt. Voor Modestad Waalwijk. En dat betekent ook weer dat alle ondernemers uit Waalwijk zometeen voor u de nieuwe najaar wintermode gaan presenteren. Eén keer per jaar zijn we hier een heel weekend te gast. Dus wilt u weten hoe u deze winter gekleed gaat? Laat u dan zometeen inspireren door de mode die hier voor het oude stadhuis gepresenteerd gaat worden. Yeah, man. So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember those. Eyes, 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 eyes. Cause baby tonight, the DJ got us falling in love again. Yeah baby tonight, the DJ got us falling in love again.
just right now, 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 now. Gonna set the roof on fire, gonna burn this motherfucker down, 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 down. Hands up, when the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body, swear I've seen you before. I think I remember those eyes, 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 eyes. Cause baby, see no evil, get it baby, hope you catch that like T.O. That's how we roll, my life is a movie and you just T.V.O. Mommy got me twisted like a dreadlock, she don't wrestle but I got her in a headlock. Never, never do make a bedrock, mommy on fire, psst, red hot. Bada bing, bada boom, Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler baby, but that you knew, and tonight it's just me and you, darling. Cause baby tonight, the DJ girl is falling in love again. Mr. Worldwide, yes, take over, yeah, the world. Baby, falling in love. We lopen hier over de activiteiten van Waalwijk Moderstad. En wat zien wij hier? Wij zien hier auto's. Ik ga eens praten met Edwin Pols. Edwin, wat heeft jullie ertoe gebracht om hier aan deel te nemen? Nou, de reden dat we hier staan is om met onze modellen naar de jeugd en de moderne mensen toe te gaan. Want we denken dat het publiek hier echt uitstekend geschikt is wat bezoekt hier op de Moderstad in Waalwijk. Thank you.
dat is toch een domme vraag. Waarom? Iedereen wil beroemd worden. Nee, maar we gaan niet alleen de kinderen allemaal beroemd maken. Ga jij al die kinderen beroemd maken? Zien jullie daar die televisiecamera? Achter de deur. Die is van RTV Midden-Brabant. Meneer, goed zeggen, hè? Ja. En dan gaan we een liedje zingen. En dan zit er een vriendje aan vast. En dat gaan we opnemen. En dan zien jullie de eigen straks terug op de televisie. Hoe vind je dat? Leuk of niet? Het was op een zonnige morgen. Een prinsje die reed door zijn land. Maar plots hoorde hij daar een kikker. Die zat huilen aan de kant. En prinsje die vroeg aan de kikker. Kikker vertelde het prinsje, zij was een prinsesje geweest. Maar een heks had haar zomaar getoverd in zo'n klein kikkerfeest. De betovering is er verbreken en wel door een simpele zoen. En de prins die hield wel van een grapje. Dat zal ik doen. En toen hoorde je de kikker. En prins, en toen was het gebeurd. Want de prins werd een trots oude kikker. En zijn vel was groot gekleurd. Maar ook dan iets mocht er gebeuren. Was er nog één schrale troost. Want de kikker, die trouwde met kikker.